Flo, het hoofdpersonage van mijn boek genaamd Gewoon Gevoelig. Het is een roman geschreven door Luc Descamps en het neemt je mee in het leven van hooggevoeligheid. Hiernet zagen jullie voorbeelden van dingen die hooggevoelige mensen veel heftiger ervaren dan dat wij dat doen. Het boek gaat over Flo, een meisje in haar puberteit. Maar dan heb ik het niet gewoon over een puisje, nee. Ze neemt ons mee in haar verhaal en laat ons weten hoe zij de puberteit ervaart en hoe zij de prikkels anders interpreteert. Ook wordt ze verliefd op haar overbuur, die ze al kent vanaf ze klein was. Dat loopt niet vlekkeloos. Het wordt een rollercoaster van emoties. Ook worstelt ze met problemen. Praten is moeilijk, slapen lukt amper. Tranen die vloeien, eenzaamheid die overheerst en alles zit gewoon even niet mee. Gelukkig heeft ze haar beste vriendin, die ook hooggevoelig is. Daarom dat ze elkaar zo goed begrijpen en aanvoelen. Door het boekje heen vinden de vriendinnen steun bij elkaar. Samen beleven ze de puberteit, soms wat intenser dan anders, en nemen ze jou mee op hun avontuur. Het boek is wel zeer intens, met heel wat emoties en inleving. Je krijgt een kijkje in de gedachten, in het gevoel en in het omgaan met hooggevoeligheid. Dit was voor mij de hoofdreden waarom ik dit boek koos. Hooggevoeligheid is niet makkelijk om mee om te gaan. Maar als je met iemand steun kan vinden of er met iemand over kan praten, dan helpt dat heel hard. Ook al ben ik niet zelf hooggevoelig, heb ik meer inzicht gekregen over het onderwerp en kan ik mij beter inleven. Dit vind ik heel erg leuk aan het boek. Je leert meer over mensen die hooggevoelig zijn en doordat de emoties zo duidelijk beschreven worden, lukt het inleven beter en kan je je beter voorstellen wat het woord hooggevoeligheid inhoudt. De schrijver heeft dit ook zo leuk en mooi verwoord dat je echt in het verhaal zit. Ik vind dit boek zeker een aanrader. Zeker omdat het niet alleen zo leerrijk is, maar ook omdat het zo fijn is om te lezen. Bedankt voor het luisteren naar